dus vorig jaar maart met de komst van de Remenie vroegen we ook om materiaal aan mensen. En dat was zo'n ontzettend werk. Dat was gewoon de kans om daar iets moois mee te gaan doen. En we hebben het boekteam, dat is Frits Klein. Frits. Ja, Frits, die noemt zichzelf logisticus. En dat komt er eigenlijk op neer dat is iemand die een hele berg materiaal goed kan ontwarren. Structuur aanbrengen, analyseren, bijwerken. En, ja, die heeft geweldig goed werk geleverd. Zonder hem was het boek gewoon uitgekomen. Applaus! En het kwartje rolt ook naar Mo van der Werf. Mo van der Werf, grafisch vormgever. We hebben haar de hele layout hebben toevertrouwd, omdat we wisten dat het goed ging komen. En dat is ook echt heel goed gekomen. Groot applaus voor Mo. En al ras kwam daar nog iemand bij, Leon Blikman. Hij staat hier. Die heeft een tekstcorrectiebedrijf en die bood zich aan om vrijwillig de teksten na te kijken op correct Nederlands en verbetervoorstellen te doen. En dat heeft ook gewoon heel veel opgeleverd. Leon, ook hartstikke waardevol geweest. En ik zat er een beetje achteraan te jagen. Ik deed de regie. Nico Fest! Zorgen dat de mensen ook wat aanleveren. Frits gaat vertellen hoe wij het boek verder hebben samengesteld. Nou, zoals Nico al zei, hebben we een ongelofelijke berg materiaal gekregen. En ja, daar moet je dan iets van bouwen. We hebben bij elkaar gezeten en dus een keer op papier gezet van nou, waar zouden we dan de inleiding van kunnen maken? Wat zouden we kunnen gebruiken? Wie zouden we kunnen inschakelen om ons te helpen om teksten te schrijven? Wie kunnen we benaderen om eens langs te gaan? Zo zijn we bijvoorbeeld bij Thijs langs geweest, daar zijn we bij Bert van Strien langs geweest. Dat was hartstikke leuk. De een had wel koffie, de ander hebben we het niet meer over. En daar hebben we de lijst die we samengesteld hebben, die hebben we eigenlijk de hele tijd kunnen blijven gebruiken. Als je de volgende even zou willen doen. Het is niet te lezen voor jullie, maar we hebben voor elk onderdeeltje geprobeerd mensen te vinden. Helaas kregen we heel vaak te horen van ik weet het niet meer, ik heb de tijd niet. Geen reactie, maar ook een heleboel bij drie keer navragen kwamen ze toch ineens met iets heel moois terug. En wat waren dat voor dingen? Of een stukje over een bepaalde periode die iemand zou beschrijven. Of een bepaalde projectgroep waar die in gezeten had. Een leuke herinnering, daar hebben we er ook heel veel van gekregen. En ja, daarmee zijn we de boel bij elkaar gaan brengen. Nou was er veel meer materiaal dan we in het boek kwijt konden. En dat hebben we ook nog op een dvd gebracht. Dus daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar we hebben 1200 foto's gekregen. We zijn 2650 pagina's gescand. Zoveel materiaal was er nog voorhanden. 150 posters. En je ziet ze hier allemaal hangen. Allemaal op de foto gezet en op de dvd gezet. Dan hadden we ook nog 12,5 uur geluidmateriaal. Dat werd even lastiger. Want er zat veel muziek tussen. En dan krijg je de Buma stemmen aan je nek. Dan werd het onbetaalbaar. Dus dat is helaas niet gelukt. En natuurlijk die 675 reuniefoto's. Die de meeste van jullie wel op Facebook gezien hebben. Maar die hebben we er ook maar even bij gedaan. Dan heb je een heleboel losse verhaaltjes. Maar dan moet het nog één geheel worden. Dus hebben we nog weer een paar avonden bij elkaar gezeten om het hele circus door te nemen. Waar zitten dubbeleurs? Zijn alle namen goed gespeld? Consequent het hele boek door. En het bleef maar doorgaan. Je kon er dagen, weken mee bezig zijn. Maar we hebben het idee dat het goed gelukt is. Dan hadden we ook begrepen dat er mensen waren die bang waren dat wij een boek gingen maken wat alleen maar over onze tijd ging toen wij er waren. De eerste 7 jaren die zo mooi waren. Dat was helemaal niet de bedoeling. Het probleem was alleen dat als we mensen benaderden van joh, jij hebt in de 80e jaren in de Lindenhoeven gezeten, help. Dan werd het oorverdovend stil. Dus dat was wat lastig. Maar gelukkig hebben we daarvoor Steef Arwa gevonden. En die heeft een ongelofelijke schat aan materiaal nog ergens in zijn huis liggen. En iedere keer kwam hij weer met een kist vol met stafboeken die hij gered had.
Of fotoboekjes kwamen ineens weer tevoorschijn. En dan kwam die weer met een portemonnee vol met alle krantenknipsels die ooit door de staf in de loop der jaren verzameld zijn. Een schat aan materiaal. Naast al dat andere wat we al hadden. En ja, nou ja, nu hebben we er dan één geheel van weten te maken. Dan wou ik nu Leon even het woord geven. Die wou daar ook nog wat op aanvullen. Oké, ik ben niet zo gewend om in de microfoon te spreken, maar het is goed hoorbaar zo gaat het worden. Oké. Ik was wel Lindenhof-bezoeker. Ik was helemaal niet belangrijk vroeger. Ik was een anoniem bezoeker die na 2 jaar zijn vrouw ontmoette en vervolgens daar ook niet zoveel meer geweest is. Daarna. Maar toen het idee voor een boek bestond, vond ik het heel leuk om daar iets aan te gaan doen. Er zijn nogal wat boeken over Voorschoten verschenen, vaak met heel veel taalfouten erin. Met name Voorschoten in al haar facetten nog vorig jaar. Nou, ik dacht, Lindenhoeven verdient toch een boek waar de teksten toch een beetje goed in elkaar zitten en niet al te veel fouten hebben. Hoewel een foutloos boek schrijven is heel moeilijk, maar ik ga ook niet zeggen dat ik daarin geslaagd ben, maar ik hoop toch dat we dat een beetje in die richting komen. Ik heb me ook verdiept in de geschiedenis van de boerderij. En daar heb ik totaal geen ervaring in. Ik ben naar archieven gaan neuzen. En dat bleek over de boerderij uit 1796. Er bleek over de 19e eeuw heel weinig materiaal beschikbaar. 20e eeuw wat meer. Ik ben ook de boer gaan interviewen die destijds daar geboren is op de boerderij. En daar heb ik al heel veel informatie over uitgehaald. Maar heel spectaculair is het eigenlijk niet. Maar er staat dus ook een stuk over de geschiedenis in. Nou, verder. Het lastige was dus wel dat er heel veel schrijvers hebben eraan meegewerkt. Echt tientallen natuurlijk in totaal. Wij moesten daar een beetje één geheel van maken. Echt eenheid van stijl is het natuurlijk niet helemaal geworden. Je houdt toch verschillende schrijfstijlen. En daar zaten verdomd goede schrijvers bij en wat zwakkere schrijvers waar toch een heleboel moest worden herschreven en veranderd. Eigenlijk zijn alle teksten, uiteindelijk heb ik die 3 keer gezien en gecontroleerd. En dan hoop je dat je een foutloos boek hebt. Nou, ik ging gisteren nog eens een paar stukken doorlezen. De eerste 3 stukken waren foutloos, maar de vierde, daar stond er wel ergens een foutje in. Tenslotte stond vast of het moest juist los. Ik denk, hoe kan dat? Heb ik dat niet gezien? Ik weet het niet. Nou, u zult wellicht nog een paar van die dingen aantreffen. Maar het belangrijkste is misschien nog. Er zijn stukken, er zitten de gekste fouten in, heel veel fouten. Er is zelfs een woord bij met 4 fouten erin. Dat is het woord Rilescafé. Maar hoe komt dat? We hebben de geitenwolle sokkenspelling uit de jaren 70, die hebben we geprobeerd te handhaven. Dus in de stukken, er staat bijvoorbeeld een advertentie in, elke dinsdagavond Rilescafé. Dat is iets uit de jaren 80 of zo. En dan staat er dus Rilescafé met EKS en dan café met een K, vervolgens nog dubbel E aan het eind. En geen streepje erop. Nou ja, goed, dus dat hebben we bewust laten staan om een beetje de tijdgeest te eren, zeg maar. Dus dus u moet niet, als u denkt van deze is allemaal fout in, hoe kan dat? Welke klus heeft zich hiermee bezig gehouden? Dan hebben we dat bewust zo gelaten. Goed, hier, ik wens u allemaal heel veel lees en vooral kijkplezier. En ik ben, dus tot slot nog even zeggen dat ik enorm onder de indruk ben geraakt van de winter. Ik heb alleen maar die teksten gedaan, maar van het organisatietalent van deze 2 heren die echt aan alles, werkelijk aan alles gedacht hebben. En daar heb ik petje af daarvoor. No. Komt u maar. Harry is helaas niet bij ons, onder ons, maar zijn herinnering blijft wel voortleven. Hij was echt degene die van voor de oprit komt op na de sluiting, zeg maar. Volgende. Wie was de tweede persoon die vast in dienst kwam in de Lindenhoeven? Bert. Thijsje, ja, dat weet iedereen het. Hij is er gelukkig. Hoeveel medewerkers zou de Lindenhoeven in totaal in ieder geval gehad hebben? 300. Noemt u maar. 1500. Nou, dat is te jong meer. Ik ga nog een heel klein stukje voorlezen uit het boek. Niet te lang, want jullie willen het boek graag hebben natuurlijk. En een citaatje. Ik zeg niet de naam erbij. Lindenhoeven,
Monique. Lindenhoeven. Ontmaagd. Eerste vaste verkering. Eerste hersenschudding. Eerste keer dronken. Eerste keer achter op de motor. Eerste joint. Et cetera, et cetera. En heel veel gezellige avonden. Nou, zo staan er heel veel persoonlijke reacties in het boek. Want dat wilden we ook graag. We wilden niet alleen maar een boek geschreven door een paar mensen. Maar echt, we wilden jullie reacties erin hebben. Er staan er een groot aantal in. En dan ga ik nu een aantal mensen bedanken. Het cultureel centrum, wat wij hier vanmiddag weer mogen staan. De ruimte ter beschikking hebben gesteld. Dus George, Wesley, hartstikke bedankt. En Dick, Jitke, Hans, hartstikke bedankt voor de muziek. En dat is Frans Pendel, makelaar Dijk, die heeft... Hartstikke mooi, Frans, dat wij jou wat van jou hebben gekregen. En dat is de Stichting Open Jongerenwerk. Die hebben ook een donatie gedaan. En dan onze partners natuurlijk. Want die hebben heel veel geduld moeten tonen. Jij was je man een tijdje kwijt, begreep ik? Babies. Je zat boven het boek te werken. Ik wil dan graag nu overgaan tot de uitreiking van het eerste boek. En dat wil ik graag doen aan de gemeente Voorschoten. In persoon mevrouw Bremer, Bianca Bremer, wethouder van jeugd en jeugdzorg. Mevrouw Bremer. Je bent een echte geloof. Wij willen graag dat het boek in het archief komt van de gemeente. Dat is heel belangrijk. Maar nog belangrijker vinden we dat we met dit boek u als nieuwe wethouder jeugd en jeugdzorg inspiratie krijgt om het jeugdwerk te ontwikkelen. En op zoek gaan naar de mogelijkheden om de jeugd goed te laten leiden hier in Voorschoten. Dus bij deze wil ik u een boek uitnodigen. Alsjeblieft. Dag dames en heren. Ik vind het een hele eer om hierbij aanwezig te mogen zijn. Zoals de meesten van jullie wellicht weten, ben ik niet in Voorschoten opgegroeid. Ik heb wel een partner die hier geboren en getogen is, die ook in Lindenhoeven vrij vaak geweest is. Dus ik heb heel veel verhalen gehoord. Ik ga nog meer verhalen lezen. Ik kom wel uit de Achterhoek waar wij een soort van gelijk, helemaal hetzelfde zal die niet zijn geweest. Maar dat kan niet, nee precies. Maar we hadden wel een klooster wat omgebouwd was tot jeugdhonk, waar inderdaad bandjes optraden, waar je kon leren fotograferen, waar je zelf kon leren zingen, noem maar op. En ik merk wel, en dat zie ik nu ook met deze, de tijd is veranderd. Laten we dat voorop stellen. Zoals wij met z'n allen onze jeugd hebben ervaren, volgens mij komt dat nooit weer terug. Je kan best dromen van een locatie als de Lindenhoeve of een klooster waar ik dan opgegroeid ben. Maar volgens mij krijgen we de jeugd niet meer zoals wij opgegroeid zijn. Dat vind ik heel jammer, want ik merk het ook aan jullie in dat kleine stukje wat je net geciteerd hebt. De eerste zoen, de eerste joint. Hoeveel van jullie hebben een relatie gekregen door de Lindenhoeve? Elkaar daar ontmoet en dat soort dingen. Een gouden plek volgens mij die een mooie herinnering verdient. En ik moet mijn complimenten maken, ik heb hem nog niet ingezien. Klein stukje.